Hey, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag allemaal klusjes aanpakken die ik echt al maanden uitstel om te doen. En ik ga dat filmen omdat het misschien ook een inspiratie kan zijn om even die vervelende klusjes aan te pakken. En om gewoon een dag ervoor uit te kiezen dat je al die rotte klusjes gaat doen. Om je dan deze avond te belonen met lekker eten. Dus dat is exact wat ik vandaag ga doen. Het eerste klusje heeft te maken met deze sneakers. En ook met deze sneakers. Mijn vriend en ik zijn een maand geleden ongeveer naar een festival gegaan. En het was daar super modderig. Sindsdien staan die sneakers hier eigenlijk gewoon te staan. En ik had zoiets, dit kan echt niet langer. Dus dat is het eerste dat we gaan doen. Ze staan hier ondertussen al een maand. Ik ga ze een keer afborstelen en dan ga ik ze in de wasmachine steken. Mijn mama heeft dat vroeger vaker aan mijn sneakers, toen ik uitging of wat dan ook. En die kwamen er altijd wel goed uit. We hebben ook bewust naar het festival oude sneakers gedragen. Ik sta hier op mijn kurken. Het eerste wat ik ga doen is een keer uitkloppen. Ze zien er al iets beter uit en dat kan nu in de wasmachine. Ik ga ze hier gewoon insteken. Het moet er een half uurtje in, dus we gaan straks zien hoe dat ze eruit komen. En terwijl dat bezig is, ga ik de bestellingen maken van de webshop. En tegen dat ik dan klaar ben, dan is misschien het wasmachine al klaar. Uiteraard is dat geen klusje dat ik uitstel, want mijn bestellingen verwerk ik elke dag. Terwijl ik hier bezig ben met het inpakken van bestelling, wil ik het graag een keer hebben over het komt dat ik soms dingen uitstel. Vaak zijn het echt hele kleine zaakjes die ik gewoon uitstel. En niet per se omdat het veel werk is. Zoals die sneakers, dat heeft mij 10 minuten gekost. Maar het is gewoon, het zijn verschillende stappen die je moet doen. Je moet het dan uitkloppen, je moet het in de wasmachine steken. Je moet ook zien dat het goed weer is, want als het uit de wasmachine komt, dan vind ik het ook wel belangrijk dat ik het dan buiten kan drogen. Dus ja, als het buiten regent, kan ik dat niet doen. Ja, en dan zo gebeurt dat dus, dat we een maand verder zijn en dat dat nog steeds er zo bij ligt. Dus ik dacht, ik ga deze video een keer opnemen, zodat het misschien jullie ook motiveert om wat taakjes gedaan te krijgen. Ik heb eigenlijk voor mezelf een heel lijstje gemaakt met allemaal taakjes die ik nog moet doen. En ik zie wel hoe ver ik vandaag raak. Maar ik heb tussendoor ook wel nog wat werk te doen voor de winkel en webshop. Dus ik ga er daar zo wat tussen doen. Het is maandag, dus het is eigenlijk in principe een vrije dag. Maar zoals bestellingen enzovoort, ja, dat is iets dat gewoon altijd moet gebeuren. Voor ik overga naar het volgende jobje, ga ik hier in de fotostudio een videootje filmen van de nieuwe stuks die online komen. Dit zijn de nieuwe stuks. Dus wat hangt er tussen? Een jeansjasje, een jurkje, dit leuke jasje, een goede basic in een witte en een roze tint, een hemdje, een topje, een rok. Zo een onder blouseke, een trui en een leopaard t-shirtje. Dus ik ben zo'n beetje voor de leopaard trend gegaan. Omdat dit en normaal gezien was er ook nog een trui. Die ga ik even moeten gaan halen beneden, zodat dat compleet is. En dan kan ik daarvan een video filmen. Ja, het is eerder een beetje een vlog geworden, waarin dat ik gewoon taken ga doen die ik echt al lang uitstel. En werk. Want dat is uiteraard wat er ook moet gebeuren. Vandaag wel een beetje in mindere mate. Ik ga even snel naar beneden. En dan ben ik deze twee stukjes ben ik dus nog gaan halen. Het leopaardruitje en het jeanskleedje dat ik hier vandaag aan heb. Al ga ik mij zoiets wel omkleden, omdat ik nog wat vuile klusjes moet doen. Dan heb ik liever een ander outfitje. Ik alles heb gefilmd voor social media, voor de winkel, is dat nu eigenlijk klaar. Ik ben daar niet zo heel lang mee bezig geweest, maar het moest toch gebeuren. En nu ga ik me even omkleden naar een jeans en een truitje of een t-shirtje dat eventueel vuil mag worden. Dat kan ik even zien in mijn kast. Aangezien dat we de takjes die ik ga doen toch wat vuil kunnen worden. Of eventueel dat, als ik mijn vuil maak, dat echt niet erg is. Even kijken wat ik hier heb. Het is ook nog best wel warm. Maar misschien moet ik zo'n t-shirtje nemen. Dat ik toch niet echt meer aandoe. Dat is zo nog een stoerder modelletje. Ik
had een stoerdere fase. Geen idee wanneer dat was. Maar in ieder geval, deze t-shirt op een jeans is wel ideaal. We zijn omgekleed en nu ga ik door naar het volgende klusje. Ik heb 3 stoommachines van de winkel en eigenlijk werkt er daar maar 1 half van. En dat is deze. Die werkt niet meer en die ook niet. Dus ik denk dat die allemaal een keer heel goed ontkalkt moeten worden. En ik ga beginnen met deze, omdat dat eigenlijk wel een hele fijne was. Dus ik ga jullie laten zien hoe dat ik dat doe. Hier ben ik met het stoommachine. Ik heb dat even hier buiten gezet, omdat ik ga er azijn in doen. En dan moet ik buiten laten stomen, dus dat kan ik ook alleen doen als het goed weer is. Omdat anders maakt dat super veel aanslag op je muren. En ik spreek uit ervaring, want ik had dat gedaan bij mijn ouders thuis ooit een keer. Ik had dat gedaan in het toilet, omdat we daar kon ik dat gewoon een hele nacht laten opstaan, omdat dat echt wel wat tijd nodig heeft voordat het klaar is. We stonden 's ochtends op en dat had echt allemaal aanslag gemaakt op de muren. Dus daarmee doe het buiten. Hier zit super veel kalk in. Gewoon echt gewoon een kalkophoping. Dus ik ga dat uitgieten en dan ga ik dit reservoir vullen met water en wat azijn. En dan ga ik dat gewoon opzetten, laten ontkalken. Misschien 1 à 2 keer herhalen. Oh my god, zoveel kalk. Zo'n vettig boeltje. Uitgekuist en alles een keer een beetje afgewreven. En nu hopen dat hem terug gaat. Hij is nu aan het opwarmen, dus laten hopen dat er zo meteen stoom uitkomt. En dat er nog te redden is. Ondertussen is de wasmachine ook gedaan. Een keer zien hoe dat de schoenen eruit komen. Het ziet er inderdaad wel al beter uit. Terwijl de machine bezig is, ga ik hier in dat bombakje die schoenetjes een keer afkuisen. Een keer zien in hoeverre dat het er nog allemaal afgaat. En de schoenen die zijn ondertussen wel vrij proper. Die van mijn vriend had sowieso al oude aangedaan, maar die denk ik dat die eigenlijk weg kunnen. Ik bedoel, dit valt niet meer te maken. En zelf voor gewoon te gebruiken voor zo uit te gaan en zo, denk ik van ja, kom. Je moet niet met kapotte schoenen gaan rondlopen. Die van mij die zijn er eigenlijk wel nog vrij oké uitgekomen. In het vervolg, voordat ik het in de wasmachine ga steken, ga ik eigenlijk gewoon ze zelf al een keer afspoelen. Eigenlijk heel stom dat ik daar niet aan heb gedacht om die gewoon zelf even onder de kraan te houden. Maar goed, dan ga ik dat in de toekomst eerst doen. Ik ga ze nu laten opdrogen. Dat duurt wel heel lang voordat ze droog zijn. Volgend toestel. Ook hier zit super veel kalk in. En met het toestel naar beneden te halen is echt heel winkel vol met water. Ook hier is er normaal gezien aan de onderkant zo'n knopje om de kalk uit te laten. Dus ik ga dat even testen. Het is ontkalkt. Dat zie je hier wel een beetje. In ieder geval, ik heb nu reservoir gevuld met water en azijn. Dat is hier ondertussen aan het opstarten. Laten we hopen dat er zometeen stoom uitkomt. En dan moet dit dus volledig opgestoomd worden. Dan moet ik het nog een keer vullen met water gewoon. Nog een keer, zodat die geur en het ding van azijn er volledig uit is. Want anders geeft dat op de kleren ja, ook vlekken af. Ja, er komt stoom uit. Zien jullie het? Oké, top. Dit kan hierop staan en ondertussen ga ik me bezighouden met het volgende toestelletje. Terwijl de stoommachine bezig is, ga ik me bezighouden met een taakje op de laptop dat ik niet graag doe. En dat zijn er eigenlijk 2. Mails beantwoorden. Ik zie ze, maar ik antwoord ze nooit. Ik ben echt verschrikkelijk. Maar ik ga eerst iets anders doen en dat is eigenlijk mijn laptop een beetje digitaal organiseren. Heel veel bestanden weer wegdoen, zoals in mijn downloadzone. Andere bestanden die eigenlijk ja, voor niks meer op mijn computer staan. Dus ik ga eigenlijk een beetje digitale ruimte vrijmaken op de laptop. Dat is ook een taakje dat ik niet graag doe. Ik ben aan het overschakelen naar deze, naar de Google Pixel. Maar ik heb nog eventjes mijn iPhone. Omdat ik nog bepaalde dingen hiervan moet overzetten naar daar. En ja, ik heb schrik als ik dan verwissel dat ik dingetjes over het hoofd zie. In ieder geval. Ik ben zo de persoon die ja, 69 ongelezen sms'en heeft. En dat is eigenlijk echt heel erg. Ik bekijk eigenlijk niemand hun sms'en. Ik heb 70 ongelezen sms'en. Waarschijnlijk allemaal niet belangrijk. Als je mij wilt bereiken,
moeten echt heel veel moeite doen. Mijn vrienden weten het ook. Ik ben heel slecht in het sturen van berichten. Ook gewoon in het zelf sturen van berichten. En dat is niet omdat ik die persoon niet graag heb of wat dan ook. Ik vergeet het. Ik ben voor rooskleurig enzovoort zo met mijn gsm bezig. Dat ik eigenlijk, ja, werk en privéleven, ja, ik weet niet, het lukt mij niet. Ik ben er gewoon heel slecht in berichten antwoorden, berichten sturen naar mensen in mijn omgeving. Sorry daarvoor, het ligt niet aan u, het ligt aan mij. Dat is eigenlijk misschien ook iets dat ik wil doen. Even erdoor gaan van, heb ik toch niks belangrijk gemist? Dit is mijn bureaublad. En dan denk ik, oh my god, wat staat hier allemaal tussen? Heel veel screenshots van YouTube-video's, die ik dan gebruik voor een thumbnail of zo. Maar ja, deze mogen bijvoorbeeld weg. Sommige hergebruik ik wel nog eens, maar over het algemeen mag er hier echt superveel weg. Ook zo schermopnames. Ja, weet ik veel. Dus dat is echt iets dat ik moet opruimen. Het is nog 20 minuutjes voor 12 uur, dus ik denk dat ik daarmee gewoon begin. Dan neem ik even mijn lunchpauze. Dat ik even gewoon ontspan, een beetje lees of iets kijk. En dan daarna ga ik verder. Ik ben ook nog eens naar het stoommachine aan gaan kijken hiernet. En dat is nog altijd gewoon bezig aan het stomen. Ondertussen sta ik hier in de winkel en het volgende klusje is het grondig reinigen van mijn vloer. De winkel is nu bijna een jaar open en we hebben hier een volledige nieuwe vloer gelegd van Florify. Hier zijn bijvoorbeeld allemaal lichte krasjes en eigenlijk, ja, heel de vloer zijn er zo wat krasjes. Volgens Florify krijg je die krasjes enzovoort weg door de vloer te behandelen met een bepaald product. Dus dat ga ik ook in deze video doen. Dat is eigenlijk iets dat ik al super lang uitstel, omdat het best wel veel werk vraagt. Buiten krasjes heb ik ook hier gewoon een stukje vloer dat kapot is, omdat daar een paspop is opgevallen. Dus ja, hier is de vloer jammer genoeg wel kapot. Dat zijn allemaal zo dingen die ik echt super jammer vind, omdat mijn vloer toch wel duur was. En dan denk ik, oh, ik kan echt niet aan dat er krassen in zitten en wat dan ook. Maar goed, niks aan te doen. Ik ga jullie uitleggen met welke producten dat ik de vloer ga reinigen. Om mijn vloer te herstellen zijn er twee producten nodig. De Conny Turbo en de Conny Care. Dit productje moeten mengen met water, uiteraard. En moeten eigenlijk dan een beetje gaan schrobben. En dan moeten we dan na 10 minuten met gewoon een droge doek afnemen. Dan moeten we met dit productje een mengeling maken. En dit moet dan 45 minuten intrekken in de vloer en ondertussen mag je er niet overlopen. En dat is dus exact de reden waarom ik dat dus al de hele tijd uitstel. Om een vloer dus een behandeling te geven, moet je echt wel tijd hebben. En dat is eigenlijk tijd dat ik niet had hiervoor, doordat ik nog werkte of niet maakte. En nu heb ik zoiets van, kom, we zijn nu toch bezig. Ik ga het hier vandaag een keer in orde brengen. Allereerst moeten we vrij veel van dit product erin kappen. Ik ga het gewoon een beetje op gevoel mengen. En dit moeten we dan aanleggen met water. Op de plekken waar je zo krasjes hebt, moet je echt super hard schrobben. Ik ben net klaar. Product neemt echt op mijn adem en ik ga nu een timer instellen. En nu ben ik ook weer met die nieuwe gsm zo van, waar moet ik dat doen? Ik weet het niet. En intussen tijd ga ik een pakketje van Bpost binnenbrengen. Ik was
was met de verkeerde instelling aan het filmen. Het eerste product van de vloer is nu aan het opdrogen. Dus ik ben erover nog gegaan met nog een keer water. Nu moet het opdrogen en dan kan ik met het tweede, het verzorgende product, erover gaan. En dan is die vloer klaar. Ondertussen is het ook 2 uur. En eerlijk gezegd ben ik zo een beetje van... ik heb het echt gehad met die klusjes. Ook al heb ik nog niet zo heel veel dingen gedaan, maar het is gewoon zo tijdrovend. En ik heb nu beslist om een beetje werk te verzetten. Omdat dat ook uiteraard moet gebeuren en ik vind dat iets leuker. Ik had eigenlijk nog 2 taakjes voor vandaag. En dat is naar de carwash gaan en mijn keukenkastjes opruimen. En de carwash ga ik uitstellen naar morgen. Normaal gezien ging ik vandaag productjes ophalen en dan passeer ik aan de carwash. Maar ik kan morgen pas die producten ophalen en dan ga ik dat morgen gewoon combineren. Dus dat is voor morgen. En dan de keukenkastjes heb ik beslist om toch niet te doen. De reden waarom is omdat wij dus over een half jaar gaan renoveren. In februari starten de renovaties en ik heb zoiets van... Als ik nu al die kastjes zit uit te kuisen, dan heeft het geen nut in mijn hoofd. Omdat we in februari toch al die kasten, of het al voor al, of zelfs voor februari al die kasten gaan moeten leegmaken. En dan denk ik, ja nee, daar heb ik ook geen zin in. Dus ik laat het voor wat het is. Als het me echt zijn neig irriteert, kan ik het nog doen. Maar I'm done. De vloer ziet er echt zo goed als nieuw uit. Ja, de kras... Die zie je jammer genoeg nog wel. Maar we gaan het nu een keer verzorgen. En dan is alles hopelijk terug heel mooi. Als ik er nu de verzorging op doe, dan mag ik er 45 minuten zeker niet op wandelen. Dus ik ga eerst even kijken naar mijn stoommachine. En dan gaan we hier aan beginnen. Vers water ingedaan. En dit kan nu volledig opstomen. En dan kan ik deze morgen weer gebruiken. Ook een keer kijken naar de schoenen. Ja, die zijn nog wel nat, dus dat gaan wel nog wat uren nodig hebben om droog te worden. En oh my god, zoveel kalk dat eruit komt, echt niet te doen. Maxim gaat niet blij zijn hiermee. Oeps. Nu gebruiken we de keer. Die bus is bijna leeg, dus ik ga gewoon het volledig leegmaken. En dan... Voilà, de beschermlaag ligt erop en kan nu volledig drogen, dus ik mag nu... Een klein uurtje er niet op lopen. Het volgende taakje is dit verdiep. En ik ga hier een keer heel grondig schoonmaken. Het was proper tot gisteren, eergisteren. Want ik heb het al een paar keer laten zien. We hebben problemen met ons bad. En dat is hier nu allemaal uitgebroken. Hier ligt echt overal ja, dingen van het af te breken. Dat wil ik eigenlijk heel graag schoonmaken. Zodat het hier terug een beetje oké is om te douchen. Allee, ik hoop dat we ons kunnen douchen. Dat gaat mijn vriend deze avond testen. Het bad is dus ingezakt. Mijn vriend heeft het nu min of meer een beetje terug proberen te herstellen. Maar het staat nog niet super stabiel. De beloning voor vandaag. Een nachoschotel. Ondertussen hebben we gegeten. Heb ik het eerste verdiep schoongemaakt. Heb ik met mijn vriend gesukkeld met die stoommachines. Maar één is kapot. De andere heeft mijn vriend kunnen maken. Dus die ben ik nu aan het ontkalken. Het is 8 uur, ik ben gesloopt. Nee, het is 8 uur 30. Ik ben gesloopt. Super moe van vandaag. Ja, ik heb zo gewerkt en dan heel veel huishoudingen gedaan. En dat zijn gewoon niet mijn favoriete taken. Plus dat is fysiek ook zwaar. Ik heb 2 verdiepen gekuist. En dan ben ik super blij voor ons woongedeelte dat we daar poetshulp hebben. Want oh, amai, ik zou het echt niet kunnen om 4 verdiepen schoon te maken. Like... I can't. Het is echt te veel. Maar in ieder geval, de winkel heeft nu echt een... Allee, de vloer van de winkel heeft een hele grondige schoonmaakbeurt gehad. En ik ben heel blij dat ik voor heel veel dingen gewoon al hulp heb. En dat zo, ja, die vervelende klusjes, dat ik die af en toe gewoon moet doen, zodat het stomen. Ik ga proberen zo toch om de maand en half, 2 maanden te doen. In ieder geval, wat ik wou zeggen is dat ik de vlog ga afsluiten, want ik ben gewoon moe. Dus heel erg bedankt om te kijken. Laat me weten welke klusjes jij uitstelt en hopelijk tot de volgende video. Doei!